Om dit stuk gaat het. De snelweg op bij Stijn en een paar kilometer verder er weer af in Maasmechelen. Jarenlang werd deze route genomen totdat Rijkswaterstaat daar een stokje voor stak. De Belgische en Nederlandse politie die geven allebei aan dat het gewoon niet mag vanwege de wegenverkeerswet. De verschil in snelheid is veel te groot. 120 km per uur, 30 km per uur. Onverzekerde wagens. Dus wij kunnen niet anders dan kiezen voor veiligheid. We hebben de ganse week in spanning geleefd, omdat er nog altijd geen officiële machtiging was om de carnavalwagens over de autosnelweg naar Maasmechelen te krijgen. Dat betekende dat onze mensen die we hadden uitgenodigd om deel te nemen een hele lange omweg moesten maken. De organisator van de Belgische optocht vreest voor lege plekken in de optocht. Niet over de snelweg betekent namelijk tientallen kilometers omrijden via Roosteren en Maaseik. Bovendien is dit volgens hem veiliger. We spreken dus met de mensen altijd af aan de afrit van de autostrade in Stijn. Wordt verzameld en dan wordt begeleiding. Wordt dan naar Maasmechelen gereden. Men rijdt ook over de pechstrook. Dus dat eigenlijk het verkeer toch vrij langs kan. Het is veel veiliger dan dat je een omweg maakt van 40 kilometer. CDA-Kamerlid Martijn van Helverd uit Susteren springt in de bres voor de optochtdeelnemers en stelt Kamervragen. Het is toch te gek dat we dit niet meer toestaan. Nooit is het een probleem. En ik maak ook de vergelijking met hooligans. Als ergens een voetbalwedstrijd is en hooligans moeten verplaatst worden, is er altijd politiebegeleiding. En nu heb je vrijwilligers die organiseren een grensoverschrijdend cultureel evenement met half vaste. Waardoor een aantal wagens van Nederland naar België moeten, 1 kilometer over de autosnelweg. En dat kan er ineens niet. Ja, dat is belachelijk. De politie laat in de reactie weten dat geen enkele praalwagen op de snelweg getolereerd zal worden. Veel te gevaarlijk, zegt ook Rijkswaterstaat. Veiligheid voorop en dat omrijden is niet leuk, maar de boodschap is niet populair, maar wel veilig. Het is dus afwachten of het morgen net zo gaat als bij deze dappere chauffeur, gewoon de weg op, zonder begeleiding.